Op de laatste zondagsopening van de maand juli vroegen we een aantal politici om hun mening. GroenLinks is voorzichtig met economische drang om mensen op te leggen. Hè. Dus economisme, dat is natuurlijk als je meer winkels openzet, ook op de zondagen nog meer, dan stimuleert economisch verkeer en daar zijn mensen soms op tegen. Nou, op zich is dat voorstel wat via de V&D gelanceerd is om te kiezen voor één zondag per maand open, is al stukken beter dan alle zondagen per maand, maar gaat ons nog steeds te ver. Jammer dat het allemaal gebeurd is, dat de zondags openstelling nu plaatsvindt. Dat vinden wij een betreurenswaardige zaak. Nou, ik ben hier zondagmiddag wezen kijken, want ik was natuurlijk net als heel veel Edenaren benieuwd wat de opkomst zou zijn op die zondagmiddag. En ik was zeer aangenaam verrast, want het was bijna net zo druk als op een zaterdagmiddag. Ik hoor zowel hele positieve als hele negatieve verhalen. De ene groep zegt van nou, het was een heel groot succes en de andere groep zegt van het was één grote mislukkeling. Ik ben die zondag gewoon lekker thuis gebleven. Ik denk ik ga niet op een fietsje door het centrum met een aantekening in papiertje of het een succes wordt of geen succes. En als er een SGP ligt, dan gaan we dat weer terugdraaien naar nul koopzondagen. De soms heftige debatten hebben ongetwijfeld invloed op de verhoudingen binnen de gemeenteraad. Ja, een beetje gestrest natuurlijk. De gemeenteraad is natuurlijk vrijwel direct na dit besluit op reces gegaan. Dus het heeft nu tijd om het af te koelen. En er zullen vast nog wel van het najaar een hele hoop gesprekken over volgen. Van was dit de manier om het te doen zo? Het is natuurlijk een democratisch besluit, dus dan zul je daarbij moeten voegen. Maar het is natuurlijk jammer en het is onedes. Op zich hebben we binnen de coalitie afgesproken om elkaar hierin vrij te laten. Maar de manier waarop het gegaan is, met kokend stroom water, zet de verhoudingen wat mij betreft toch wel iets onder druk. Met dit specifieke onderwerp is er wel een scherpe verhouding ontstaan tussen de niet-christelijke en christelijke partijen. Ik vind dat echt aan te rekenen aan die zes partijen. Die hebben alles, koste wat het kost, gerealiseerd om het in Ede mogelijk te maken zonder echt te kijken wat zijn de effecten voor heel de gemeente Ede. De meerderheid van de winkeliers in Ede Centrum heeft gekozen voor een beperkte zondagsopening. Wellicht een handreiking naar andersdenkenden? Nee, ik vind dat geen tegemoetkoming. Ik vind het op zich jammer. Kijk, men heeft natuurlijk iets moeten zoeken omdat alle zondag niet werkt. Nou ja, je ziet hiermee een reactie op het onderdachte voorstel van de zes partijen die bedacht hebben elke zondag vrij te geven. Wij vinden dat we als raadsleden niet op de stoel van ondernemers moeten gaan zitten. Zij kennen hun marktgebied het beste. En als zij nu besloten hebben om voorlopig één zondag in de maand open te gaan, vinden wij dat prima. Ik denk, kan me heel goed voorstellen dat het voor een hele hoop winkels niet rendabel is om alle zondagen open te gaan. Dus dan moet je dat niet doen. De zes partijen hebben maar over één ding nagedacht. Zo snel mogelijk die winkels open op zondag. De gevolgen, daar denken ze niet over na.